means to be yours. What it means to be more, more. What it means to be more. Hoi, het is vandaag woensdag en ik ben net klaar met het filmen van een andere video. En ja, ik dacht ik ga vandaag gewoon voor jullie vloggen. Want ik ga samen met Maarten straks naar Amsterdam. We hebben daar het event van Baller. En zij hebben een nieuwe samenwerking met DJ Hardwell. En dat wordt dan straks allemaal bekendgemaakt. Dus ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat zijn. En ja, we nemen jullie vandaag gewoon mee. Ik heb ook weer allemaal producten toegestuurd gekregen van PR-bureaus. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dit is een soort hand en nagelcreme met een beker erbij. Dit is van L'Occitane en dit is een shampoo van Keunen. Hier ben ik altijd wel heel erg benieuwd naar. Als ik shampoos en conditioners en zo toegestuurd krijg, dan probeer ik het altijd vrijwel meteen eigenlijk. En dit is dan de set and oil treatment, ook van Keunen. En dit is dan een soort olie die je in je haar moet doen. Even kijken, waar staat de Nederlandse... Even kijken, luxe oliebehandeling voor gezond, glad en glanzend haar. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. En deze, even kijken, deze masker, ook setting oil. En even kijken hoe lang deze, oh, 3 tot 5 minuten. Dus hier, deze ga ik sowieso binnenkort even testen. En dan deze van de Body Shop. Dit was een body scrub, daar hou ik sowieso al van. En welke, deze was volgens mij hetzelfde als... Deze Frosted Berries Softening Body Butter. En dit is dan de scrub daarvan. En deze, dit is de Vanilla Chai Body Butter van de Body Shop. Deze ruikt trouwens heel lekker. Het is wel zo'n vanillegeurtje, maar alsof er ook een beetje, ja, ik weet niet, cinnamon geur doorheen zit of zo. Ik weet niet, heel apart in ieder geval. Maar die is ook heel lekker. Dat waren eigenlijk een beetje de producten die ik heb binnengekregen. Ik laat nog even zien wat ik aan heb. Ik heb mijn bruine jasje aan van Zara. Dit blouseje is echt een van mijn favoriete blouses tegenwoordig. En deze is van Lofty Manor. Mijn broek is van River Island. En mijn boots zijn van Come Get Fashion. En ik neem deze tas mee van Paul's Boutique. Ik ga nog even snel een tosti eten. En dan kunnen we daarna gaan. Wij zijn klaar en we gaan nu met de trein naar Amsterdam. Hè? Gezellig! Show me what a difference you make. What a word that you say now could mean when it's over and it comes time for change. Wij zijn aangekomen in Amsterdam. Achteraf gezien hadden we ook gewoon makkelijk met de auto gekund, maar goed. Nog een klein stukje lopen en dan neem ik jullie mee naar het Baller event. For the last travel you do, and I think it was good for us to speak about a collab and to make a backpack that fits the luxury lifestyle of Robert. And I think, yeah, with Baller we have a lifestyle that... My life as a DJ is really hectic. It's really stressful. It's a lot of traveling. Spending a lot of time in hotels and airports and obviously in clubs and festivals. It's really tiring to travel that much. Yeah, definitely. You're constantly on the road, you're dealing with different time zones, and you're flying all around the world, and let's say that 200 times a year, so it's really tiring. So what's essential for me when I'm on the road is definitely my equipment and everything that comes with it. The travel back for me is really important. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you when you're gone. I'm gonna miss you. Miss you when you're gone. Event en we gaan straks even naar de bios. Even. 2,5 uur. Nee, valt wel mee. We gaan naar The Girl in the Train of zoiets. Ja.
Het is wel een spannende film volgens mij, dus ik ben heel benieuwd. Ondertussen ben ik dan ook niet wat gekregen. Oh, ja, we hebben een goodie bag meegekregen. En er zit zo'n ballerpet in. En wat nog meer? Ik weet niet wat nog uit. Kijk, een ballerpet. En nog iets kleins en gewoon ja, zo'n rugtasje. Het is wel echt super leuk. De samenwerking tussen Baller en Hartwell was uiteindelijk een DJ-tas die ze hebben gelanceerd, zeg maar. Dus een hele stoere tas was het trouwens. Maar wat de prijs ervan gaat zijn, dat weet ik niet. Dat zag ik zo snel niet. Ik denk een maandje huur. Ik denk een maandje huur, ja. Maar goed, wel tof dat ze dat samen hebben uitgebracht. Movie time. Oké. Wij hebben M&M's, vitamin water en popcorn. En we gaan dus The Girl on the Train kijken. Kijk, je hebt nu achteraan veel meer beenruimte. Dat zeg ik. Super chill. Ja, dat zeg ik. De film is weer klaar. We zijn nu bij de kermis. Kijk hoe mooi het eruit ziet. S avonds. Deze is echt hoog. Alles is hoog. Het ziet er echt mooi uit s'avonds. Wij zijn inmiddels weer thuis. En we hebben bij de Dinner Company lekker 2 Turkse pizza's gehaald. Dus dat gaan we lekker opeten. En verder. De film was wel een aanrader. Hè? Ah, zo, ik kom niet eens aan mijn woorden, joh. De film was wel echt een aanrader. Het is wel echt een film. Je blijft nadenken van oké, wie kan het gedaan hebben. Maar uiteindelijk dan komt alles wel gewoon... Hoe zeg je dat? Dat het niet een vraagteken blijft, zeg maar. Geen open eind. Het is wel gewoon, op het eind is alles duidelijk. Dus het is wel echt een hele toffe film. Nou, wij hebben lekker gegeten en we gaan nu lekker naar bed toe. Want het is inmiddels al iets van 10:30, 10:45 of zo. En Maarten die moet morgen werken en ik wil ook niet te laat opstaan. Dan heb ik ook nog wat aan mijn dag en ik moet nog wat dingetjes doen. Dus morgen vlog ik ook gewoon weer. En dat zien jullie dan over een paar dagen. Misschien volgende week of zo komt die vlog dan weer online. Dus stay tuned en tot de volgende video. Doei doei!